Goedemiddag, mijn naam is Vivian en dit is mijn moeder Nettie. Met Kras mogen wij dit weekend bijzonder overnachten in Almelo. We zijn op weg naar hotel Huis van Bewaring, voormalige gevangenis. We zijn heel benieuwd hoe het er nu uit zal zien. En de receptioniste heeft ons naar onze kamer gebracht. We zijn nu opgesloten. Ja. We gaan nog even een kopje koffie drinken beneden, voordat we het centrum van Almelo ingaan. We mogen hier in de soort lounge zelf lekker een bakje koffie en thee maken. Je kunt wel zeggen dat het een huis voor graven is. We hebben vanmiddag een wijnproeverij in restaurant Ledenboer. En het is heel dicht bij het hotel. We hebben de eerste wijn gekregen. Onze wanden zijn inmiddels rood geworden. En daar past deze rode wijn als afsluiter heel goed bij. Een heerlijke middag zwerven door Almelo. We hebben ons nu teruggetrokken op onze gezellige hotelkamer waar we van een lekker kopje koffie gaan eten. Ik hoop niet dat we gestoord worden door de bewaker vannacht. We hebben heerlijk geslapen in onze cel en nu kunnen we naar het ontbijt toe. We krijgen ons eten gelukkig niet op een schuifje in de deur. We gaan lekker naar de eetzaal toe. Wandelen bij natuurgebied Lutterzand. Hier is het net met alle wandelpaden. We hebben net lekker gewandeld en we zitten nu in paviljoen Lutterzand aan een stukje appeltaart. We hebben net uitgecheckt, ik vond de kleuren in het hotel heel warm. Er zijn nog genoeg elementen te zien van de vroegere gevangenis. Het was echt bijzonder overnachten.